Yo, een hele goede middag. We zijn weer terug van weg geweest. Nou ja, weg geweest. We zijn eigenlijk niet weg geweest, maar we zaten op het strafbankje. We hadden wat strikes gekregen van YouTube. Waardoor ik eigenlijk alle livestreams offline moest halen. En ja, ik had in zoverre een straf gekregen dat ik een week lang, of iets meer dan een week lang, eigenlijk niet kon uploaden. Ik kon niet livestreamen. Ik kon geen video's bewerken. Ik kon eigenlijk helemaal niks. Dat is ook de reden waarom het afgelopen week vrij stil is geweest op het Nederlandse kanaal. We zijn nog even aan het uitzoeken wat er precies aan de hand was. YouTube is wat onduidelijk in de communicatie. Maar ze geven aan dat ik de community guidelines heb overtreden met een tweetal streams. Ze geven daarbij eigenlijk niet precies aan wat ik verkeerd heb gedaan. En dat is wat lastig. Maar ze geven in ieder geval aan dat het gaat over het promoten van online casino's. Nou heb ik alle community-richtlijnen doorgenomen. En in mijn ogen voldoe ik aan alle wet- en regelgeving. Op het Nederlandse kanaal mag je gewoon spelen bij Nederlandse casino's. In ieder geval casino's met een Nederlandse licentie. Het heeft overigens niks met het Engelse kanaal te maken. Dus dat staat helemaal los van elkaar. Nou, wat ik een beetje heb begrepen is dat ze niet heel erg blij waren met de casino-vrij banner die ik zeg maar hieronder in mijn stream wel eens had staan. En waar nu bijvoorbeeld staat te veel vergokt, neem dan een gokstop. Daar heb ik af en toe ook een banner staan. En ja, daar zijn ze niet heel erg blij mee. En alhoewel je mag doorverwijzen naar een affiliate, want je mag namelijk niet direct naar een casino linken, ook niet naar een legaal casino. Maar je mag wel bijvoorbeeld naar je eigen website linken of naar een affiliate. En dat is in principe ook gewoon een website, maar een website waar bijvoorbeeld informatie over gokken staat, dat mag dan weer wel. Maar ja, ik kan me ook voorstellen dat bijvoorbeeld een medewerker die niet helemaal op de hoogte is van de regels en die duizenden meldingen en zo binnenkrijgt, als die de banner ziet van CasinoFy en niet verder klikt, dan denken ze misschien dat dat de promotie is van een casino. Ja, uit voorzorg gaan we daarom geen banners meer tonen in onze stream layout. We gaan ook geen links meer gebruiken in de live chat, et cetera. Ja, we gaan gewoon eigenlijk de veilige kant kiezen. Want als je namelijk een x-aantal strikes hebt bij YouTube, dan verwijderen ze gewoon heel je kanaal. Dus ja, ik wil gewoon de veilige kant kiezen. En dat is ook de reden dat er wat kleine dingen gaan veranderen. De grootste verandering, eigenlijk moet ik zeggen, is dat we vanaf heden alle livestreams, of ja, beter gezegd, alle live content op een nieuw kanaal gaan doen. En op het huidige kanaal, dus gewoon NederGamingNL, die zou alleen nog maar gebruikt gaan worden voor video's, community compilaties, Big Win video's, et cetera. Dus eigenlijk voor statische content wordt het huidige kanaal nog gebruikt. En alle livestreams die gaan op het nieuwe kanaal gebruikt worden. Dan wil ik nog heel even aangeven dat, nou ja, het is dus even een weekje stil geweest. Maar we hebben vandaag weer de eerste review online geknald. Een gokkastreview van A Book of Bass van Realistic Games. Nou, ik kreeg heel veel mailtjes, DM'tjes, et cetera, van mensen die vragen van, joh, wanneer gaan we weer reviews krijgen? Want joh, daar ben je met je kanaal mee begonnen. Dat vond ik altijd kei leuk om te zien. Sommigen gebruiken het ook om te kijken van hè, welke spellen kan ik spelen, welke spellen zijn leuk en minder leuk, et cetera. Nou, voor dat betreft goed nieuws. Ja, ik weet het, ik loop op heel veel dingen loop ik heel veel achter. Dat komt gewoon door de drukte en de snelle groei die we de laatste tijd hebben doorgemaakt. Maar het goede nieuws is dus wel dat we alles weer gaan oppakken. En de reviews die gaan weer komen. Er zullen er ongeveer 2 in de week zijn, denk ik. Af en toe eens een keer 3. Daartussendoor weer Big Win video's, et cetera. En reviews ook van live games, et cetera, et cetera. Dus dat gaat allemaal weer komen. Het is wel zo dat ik komend weekend kijk naar Malta. En dan ben ik even een kleine 8 dagen ben ik er niet. Dus vanaf zondag gaan er geen livestreams meer komen. Wel is het zo dat we in Malta, ik ben het met Maximus, Slotbeast en Winning on Live, gaan we net als vorig jaar in Dragonara Casino, dus een land-based casino, gaan we een livestream organiseren. Dat is op de 15e, dus 15 november. Dan zijn we live te bekijken. Ik moet alleen nog heel even kijken of we via het kanaal van de Slotbeast live zijn, of dat er een multistream plaatsvindt, dat op alle kanalen, dus en Maximus en Winning on Live en Beneden Gaming en
Als slotdienst, dat we allemaal live zijn. Dan moet ik nog even kijken. Dat is ook afhankelijk van de mogelijkheden bij het casino zelf. Maar ik denk dat het een beetje hetzelfde principe kan worden als vorig jaar. Dus we gaan lekker roulette spelen, wat blackjack en misschien wat slotjes spelen. En dat kunnen jullie dan live bekijken hoe wij bezig zijn in Malta. Nou, dat gezegd hebbende. Voor degenen die het dus gezien hebben, het tabblad live is dus ook weg op het huidige kanaal. Ik heb alle oude livestreams uit voorzorg ook weggehaald. Die gaan binnenkort wel terugkomen. Maar dat ga ik waarschijnlijk na dat ik terugkom uit Malta doen. Want dan heb ik iets meer tijd om alles één voor één weer terug live te zetten. Dan ben ik denk waarschijnlijk een klein middagje mee bezig. Maar goed, dat eigenlijk. Dus het kanaal NederGamingNL gaat alleen nog gebruikt worden voor video's. Reviews, big win video's, community compilaties, et cetera. Die laatste komen er ook weer aan. En het nieuwe kanaal, daar gaat gebruikt worden voor livestreams. Ik zou jullie willen vragen, doe mij een heel groot plezier. Zoek op YouTube @NederGamingLive. Of bezoek gewoon youtube.com/NederGamingLive. Dan kom je op het nieuwe kanaal. Ik zeg al, hier worden dus vanaf nu de livestreams opgedaan. En vanavond gaat de eerste livestream worden. Ik ben er rond 7 uur. Kan een beetje kwart over 7, half 8 worden. Maar ja, tussen 7 uur en half 8 komt de eerste livestream op het nieuwe kanaal. Gewoon een lekkere Nederlandse livestream dus bij Hard Rock Casino. Ik zal voor de zekerheid ook nog wel eventjes een video uploaden op het moment op het oude kanaal. Op het moment dat ik live ga, dan weet iedereen dat ik live ben. En dat gaat dus eigenlijk de eerste worden op het nieuwe kanaal. Tevens ook meteen eventjes de laatste, omdat we dus een trip hebben naar Malta toe. Dan gaat er zaterdag misschien nog een stream komen op het Engelse kanaal. En daarna is dus even een weekje stil. Ik ga het verder kort houden. Dus volg even allemaal het nieuwe kanaal. @NederGamingLive. Op YouTube. En vanavond zijn we daar live met een stream bij Hard Rock Casino. Hopelijk zie ik jullie vanavond. En zo niet, dan wens ik iedereen hele fijne dagen. En dan... ik ben er dan, even kijken, rond de 20e ben ik weer terug in Nederland. Dus dat. Doei doei.